Goedemorgen. Oh nee, grapje. Goedemiddag alweer. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe day in my life. Ik ga vandaag en morgen eigenlijk jullie meenemen in mijn leven. Dus ben je benieuwd? Blijf dan zeker even kijken. Doe een duimpje omhoog. En dan gaan we snel beginnen met deze vlog. Nou, ik heb me dus al klaargemaakt. Of nou ja, deels. Ik ben namelijk echt super, super, super brak. Het is echt vreselijk. Ik ben in tijden niet zo brak geweest. Dus ja, ik ben een beetje misselijk en zo. Dus ik heb zo'n verjaardag en ik ga niet zoveel eten. Ik ga eigenlijk helemaal niks eten, want dat gaat niet goed komen. Dus ik heb dit shirtje aan. Die is van Shein. Ik heb mijn eigen sieraden om van mijn eigen sieradencollectie. En ik draag deze broek van Naked met gaten in de knie. En voor de rest heb ik even een staart ingedaan, want ik had echt geen zin in los haar. Dus ja, dat is dit. Er is net een pakketje binnengekomen. Dus ik dacht, die ga ik even met jullie unboxen. En ja, voor de rest de planning van deze dagen. Het is dus zaterdag. Ik heb zo'n verjaardag van het zusje van mijn beste vriendin. Die is 18 geworden. Dus ga ik zo eventjes heen. En daarna ga ik naar mijn vader toe. En dan ga ik daar lekker zijn. Ik ben namelijk helemaal verslaafd aan de nieuwe serie Homeland. Het is echt super leuk. Als je een beetje van die CIA dingen houdt en zo. Ja, dan is dat gewoon echt heel erg leuk. Dus ik zit er helemaal in. Dat ga ik lekker vanavond kijken. En ik wil eigenlijk ook in deze video gaan laten zien hoe ik mijn ochtenden positief begin. Wat ik allemaal doe qua routines en zo. Dus als je daar benieuwd naar bent, zeker blijf kijken. Maar ik kreeg dus net een pakketje binnen. En dit is volgens mij van Anna Luisa. Ja. Ik ben zo benieuwd. Als je het niet kent, Anna Luisa is echt heel erg chill. Ik heb daar heel veel sieraden al van. Toevallig ook deze. Maar ook wel meer. Maar dat heb ik nu eigenlijk niet om. Maar het is echt hele goede kwaliteit sieraden. En even hoe mooi is het zakje op waar het in komt. Echt dat fluweel oud roze met gouden opdruk. Echt heel erg mooi. Maar ja, echt super goede kwaliteit. Ik douche en alles gewoon met die sieraden. En daarom vind ik het altijd wel fijn. Want ik haal er eigenlijk nooit uit of af. Dus daarom vind ik het ook wel fijn als het gewoon goede kwaliteit is. Want dan kun je er gewoon wat langer mee. En daarom ben ik heel erg blij met Anna Luisa. Met deze kortingscode krijg je korting. Dus check dat even. Ik zal ook de linkjes in de beschrijving zetten. Mocht jij nieuwsgierig zijn naar Anna Luisa. Dus vergeet de kortingscode niet. Ik ga even laten zien wat ik heb besteld of heb ontvangen. Echt heel erg blij mee. Ik heb als allereerst dit hele mooie armbandje. Ik vond deze echt heel erg leuk. Hij is gewoon eigenlijk heel erg simpel. Echt zo'n schakelarmbandje. Maar ik draag er echt heel erg veel. Dus ik vind het altijd wel leuk om erbij te doen. En deze heeft dan als sluiting, zeg maar, een hartjesbedel er nog aan. Dan heb ik deze oorbellen uitgezocht. Die vind ik ook echt heel erg mooi. Ja, Anna Luisa is dus wel wat prijziger, vind ik. Maar qua kwaliteit is het echt heel erg goed. En gaat het echt eindeloos mee. In ieder geval, ik heb er nog geen slechte ervaring mee. Dus ik ben hier echt heel erg blij mee. Dus dat zijn deze oorbellen. En dan heb ik nog eentje. Hoe cute ook. Hope Love Create. Even eruit halen. Dit is namelijk een ketting. En ik vond deze echt heel erg mooi. Ook heel erg subtiel. Dit is de ketting. Het is een soort, ja, wat is het? Ik weet niet. Een soort zonnetje of zo. Of een bloemetje. Een beetje parelmoerachtige steen. Ik vind het zo mooi. En dan die ketting zelf heeft allemaal bolletjes. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. Dus dat zijn de sieraden die ik heb gekregen van Anna Luisa. Vergeet deze kortingscode niet te gebruiken. Voor korting dus. En ik zet de linkjes in de beschrijving. Dus dankjewel daarvoor. Oké, ik ga nu even een theetje zetten. Ik ga straks ook nog even naar Nijverdal toe naar het dorp. Want ik wil nog even een cadeaubon halen als cadeautje. Ik denk dat dat altijd wel handig is. Om te krijgen ook. En leuk. Dus dat is een beetje de planning. Beetje rustig aan. Want wat ben ik brak. Het is echt vreselijk gewoon. Toen stapte ik de auto in en toen stak mijn jas blijkbaar uit de hele rit dat ik had gereden. En toen was het aan het regenen en zo. Nou, heel de onderkant van mijn jas helemaal bruin, helemaal nat. Wou ik even zeggen, goed verhaal. Maar ik ga er nu vandoor. Oh, ik ga dus nu naar die verjaardag even lekker theetje doen. Geen wijn voor mij. En daarna ga ik dus naar mijn vader. Kut, nu ben ik wel soep vergeten. Maar mijn vader heeft vast wel soep. Ik wil namelijk niks anders eten dan soep.
Maar ik heb dus in mijn auto, want ik merkte dat ik dat wel heel chill vind. Dit, ja, beauty tasje heb ik ooit gekregen van Kiko volgens mij. Dat make-up merk. Maar hier heb ik dus allemaal handcrempjes in. Deze, hier heb ik een winnaartje mee gehad op Insta. En zo'n desinfect hand sanitizer van Bershka. Bijvoorbeeld allemaal van die handige dingen heb ik allemaal hierin. Want ik merk dan als ik ergens heen ben geweest of zo, dat doe ik toch even dat desinfecten. Maar ik heb heel erg last van droge huid altijd. Dus dan vind ik het ook wel chill om een handcreme voor nog te gebruiken. En ik dacht dat is helemaal handig om naast mij hier zo in de auto te hebben. Allemaal lekker georganiseerd. Nou, ik heb even bij Lily een cadeaubonnetje gehad. En ik heb dat kaartje er zo een beetje ingedaan. En ik zag bij de kassa, ja, ik kon het niet laten. Deze te leuke enkelband met een goud draadje. Ik vind het echt heel erg leuk. Dus ja, die was maar 8 euro. Dus die heb ik lekker meegenomen voor als het weer wat lekkerder weer wordt en we korte broekjes kunnen aandoen, dan vind ik dat wel heel leuk, een enkelband. Nou, ik ga er nu vandoor. Nou, ik ben aangekomen bij mijn vader. Eindelijk is de riolering aangesloten, dus ik kan hier nu ook lekker chillen. Ik zou even een kleine, ja, tour nog een keer doen. Want het is nu wel een beetje zo goed als af eigenlijk. Nou, hier kom je dus binnen. Ik wil alleen morgen even alles gaan stofzuigen en schoonmaken. Ik heb trouwens alweer even wat dingen neergelegd. Maar we hebben dus nu een klink. Heel chill. Die is gewoon mat zwart. Echt super mooi. En hier ook. En dan hebben we hier een spiegel. Wat echt super is. Want dan kunnen we gewoon ergens wel onze outfit zien. Nou, ik zie er nu ook niet uit. Maar goed. Nou, ik heb hier even handdoek, want ik ga zo douchen. Dit is gewoon zo'n witte handdoek van Action of van Xenos of van Ikea. Ik heb eigenlijk geen idee. En deze, dit is een handdoekje die hadden we gekocht bij de Xenos. Die hadden we speciaal voor hier zo. Is helemaal leuk. Kijk dan, hoe cute. Oh, hier kun je trouwens wel dat even doen. Dan heb ik hier dus, hebben we hier dit zo. Echt top. Ik vind het zo'n mooie spiegel ook. En ik ben echt zo trots op mijn vader. Mijn vader heeft dit gewoon helemaal zelf gemaakt. Echt niet normaal. Gewoon de hele badkamer. Maar ik heb dus wat dingen meegenomen. Dus ik dacht, het is wel leuk om even samen in te delen. Dit had ik er al in liggen. Maar ik heb van huis dit allemaal meegenomen. Echt heel veel. Van die, ja, een beetje van die testertjes. Ik dacht, dat is wel handig. Ook maskers. Om dat gewoon hier dan te hebben. Want thuis gebruik ik het niet. Dus dan kan ik het net zo goed hier neerleggen. Dus die is voor de kaars voor straks. En dat, ik dacht, dit gaan we zo even leuk indelen. Dat is wel leuk. Nou, dan hebben we deze badmat. Die hoort eigenlijk hier. Maar ik ga zo douchen. Dus dan vind ik het wel fijn als ik eruit stap. Dat ik op de badmat stap. Dan dus de douche. Die is ook aangesloten. Heel chill. Mijn vader heeft dit ook van de week gemaakt. Heel chill. Gewoon met toiletrollen. Ritual, scheurspray en een plantje. Nou, de wc. Helemaal handig. En de plant. En hier heb je gewoon uitzicht. Ik heb even geen zin om dat helemaal omhoog te doen. Maar echt super. Ik moet dan even de tandenborstels hier nog neerleggen. En deze heb ik ook van huis meegenomen. Dit is een handlotion van Maria Nila. Dat vind ik ook wel leuk om hier zo een beetje neer te zetten. Dus ik ga nu dit even lekker organiseren. Eigenlijk wil ik nog van die bakjes halen van de Action. Dat ik dit helemaal kan organiseren. Dat lijkt me echt wel heel top. Ik denk dat ik hier gezichtdingen doe. Zoals make-up doekjes, cleanser en dat soort dingen. En hier de douche dingen. Dus echt body lotion. Dat je na het douchen opdoet. Shampoo, conditioner. Dus ik denk dat ik dat nu lekker even ga doen. Dus dit is before. Oeh, en die stokjes ga ik trouwens ook neerzetten op die plank, denk ik. Is niet zo mooi, maar ja, wel handig. After. Ja, eigenlijk kan ik het pas echt mooi indelen als ik van die bakjes heb. Maar ik heb hier eigenlijk alles voor het gezicht. Een dagcreme, nou, parfum, deo, maandverband, een handgel. En hier eigenlijk allemaal crèmes voor het gezicht en maskers. Watjes en ja, echt een beetje maskers en cleansers. En dan heb ik hier alles voor in de douche en een borstel. Maar eigenlijk moet ik hier echt, ja, een soort bakjesysteem gaan maken.
Maar hier heb ik shampoos. Op een gegeven moment heb ik conditioners. En dan ja, shower foams en shower gels. Body lotions, scrubs. En dan hier ja, body lotions en van die dingen, shampoo dingetjes. Dat is dat. Nou ja, dit ga ik nog een keer helemaal leuk indelen met bakjes. Deze had ik nog wel. Dus ik dacht, oh, dan doe ik daar al die losse dingetjes in. Maar deze past hier niet in, want dan kan hij niet dicht. Dus dat is een beetje jammer. En ik heb deze van Melt For You heb ik meegenomen om hierin lekker te gaan doen vanavond. In deze. Dus ik kan het hier ook lekker gaan ruiken. En dan heb ik hier ook gewoon een vaste. Ik heb hier de geur C. Gels. En ik heb nog mijn boeken mee en mijn planner. Maar dat ga ik morgenochtend allemaal even indelen. Maar dan ga ik jullie ook laten zien ja, wat ik allemaal doe en hoe ik mijn dag eigenlijk begin. I got the curtains up. I guess it would be nice if you could interrupt. It's a day like this. Ik heb even het raam lekker opengezet, maar het is dus 11:30. Hoe dan? Ik ben gewoon net wakker. Ik denk dat je het ook wel kan horen aan mijn stem. Oh, lekker zonnetje ook. Ik heb gewoon geslapen tot 11:30 en ik ging om 11:30 naar bed. Ik heb zo lang geslapen. Echt, ik snap er helemaal niks van. Normaal slaap ik, of ja, word ik echt om 7:30 uit mezelf wakker. Maar nu niet. Dus ik denk dat ik het nodig had. Ik heb gewoon 12 uur geslapen. Echt bizar. Maar goed, het eerste eigenlijk wat ik altijd doe als ik wakker word is sowieso even dagcreme en zo op. Dan trekt het niet zo. Ik heb best wel een droge huid. Dus dat doe ik altijd gelijk. Sorry als ik een beetje moe klink, maar ik ben net wakker en dan klink ik altijd nog een beetje schoor of zo. Goed, eigenlijk wat ik altijd in de ochtend doe, ik ga nooit op mijn mobiel eerst. Dat wil ik echt vermijden. Moet je ook kijken hoe erg deze vies is geworden. Ik heb deze dus altijd mee in mijn tas. Nou, hij is gewoon helemaal vies, maar oké. Het eerste eigenlijk wat ik altijd doe is, ik heb mijn planner. Ik gebruik de Masha planner. Ik heb dit boek, die heb ik bijna uit. En die heeft ook waterschade. Echt heel stom, maar ja goed. En dit boek. En hier begin ik altijd mee. Ja, ik weet niet. Ik vind het altijd wel heel fijn om niet te beginnen op mijn mobiel. Want ik krijg gelijk allemaal prikkels. En ja, dat vind ik zelf gewoon niet heel chill. Dus dat probeer ik dan ook niet te doen. En daarom begin ik eigenlijk altijd met dus dit. En dit is dus het 6 minuten dagboek. Dit is trouwens gewoon, heb ik zelf allemaal betaald. In de ochtend doe je dan dit. En in de avond doe je dit. En hier ben je 3 minuten mee bezig. En hier ben je ongeveer 3 minuten mee bezig. Dus in totaal 6 minuten. En in de ochtend wat ik dus nu zo moet gaan doen is dat ik moet schrijven waar ik dankbaar voor ben. Zo ga ik van vandaag een geweldige dag maken en een positieve affirmatie. Dus eigenlijk een beetje positieve psychologie, zodat je eigenlijk de dag al ja, wel goed begint. In plaats van dat je als je wakker wordt gelijk op je mobiel gaat en gelijk gaat scrollen en dingen gaat doen. Ga je eerst nu een beetje bewust nadenken van oké, waar ben ik dankbaar voor? En dat neem je wel mee. De hele dag door, zeg maar. Nou ja, en dan aan het einde van de dag, dan heb je hier dus mijn goede daad van vandaag. Wat ik aan mezelf kan verbeteren. En leuke dingen die ik heb meegemaakt. Zodat je ook weer een beetje de dag afsluit. En een beetje een kijkje neemt van oké, wat kan ik verbeteren? Misschien, weet ik veel. Ik heb bijvoorbeeld heel vaak, ik heb van die app-limieten op mijn mobiel. Dus dat ik een uur op Instagram kan, et cetera. Want anders zit ik daar echt zo lang op te scrollen en voor wat eigenlijk. En ik heb dan heel vaak dat ik die limiet uitzet. Zodra ik die melding krijg, je zit te lang op Insta. Echt zo stom. Maar ja, dat zit ik dus heel vaak bij wat ik aan mezelf kan verbeteren. Dat ik gewoon moet accepteren dat de limiet voorbij is. En dat ik niet verder kan op Insta. In plaats van dat ik het uitzet. Dus, dat zijn van die dingetjes. En dan staat er ook elke dag een quote of een uitdaging. Hierin wordt het ook heel erg benadrukt, zeg maar, dat alles wat je tegen jezelf zegt, dat geloven we. En dat zijn onze gedachten, zeg maar. Maar eigenlijk zijn gedachten niet meer dan wat wij denken, wat waar is, zeg maar. Nou, ik kan hier echt heel erg lang over doorgaan. Laat me weten als jullie dat interessant vinden, maar ik denk dat heel veel dat ook niet zo heel boeiend vinden. Maar goed, dat is dus zeker een tip om te doen als je wakker wordt. Nou, ik heb deze ingevuld en nu ga ik de Masha planner invullen. Ik gebruik echt al jaren de Masha planner. Ik heb de lila, de blauwe
en de witte. En nu heb ik dus ook deze. Oh, ik zie er nog zo moe uit. Dat ga ik invullen voor de volgende week. Want ik heb volgende week best wel weer een drukke week. En ik vind het allemaal fijn om het gewoon op papier te hebben. Zodat ik het van me afschrijf. En niet de hele tijd in mijn hoofd blijf denken van... Oh, volgende week heb ik dit en dit. En ik moet dit en dit niet vergeten. Dus als ik het opschrijf, dan laat ik het ook wat meer los. Althans, dat probeer ik. En als ik er dan wel in mijn hoofd aan denk van... Oh, ik moet dit en dit doen. Dan kan ik denken van... Oké, zet het uit je hoofd. Want het staat in je planner. Dus hoef je nu niet over na te denken. Ben ik ongeveer een kwartiertje klaar. En dan ga ik nog een kwartiertje lezen. En dan ga ik echt aan mijn dag beginnen. Dus eigenlijk neem ik in de ochtend een half uur. Voor mezelf, zeg maar, dat ik dit soort dingen doe. Dus ja, om een beetje rustig wakker te worden. Ik denk dat wij dat ook wel allemaal een beetje moeten doen. Voor onszelf. Ik ben wederom weer net wakker. Maar dit was alweer de video. Ik wil zeker weten wat jij in de ochtend eigenlijk doet. En of je nog tips hebt voor van die leuke journal-achtige dingetjes voor in de ochtend. Ik vind dat altijd wel heel erg fijn. Ik wil nog de Miracle Morning, dat boek wil ik bestellen. Want ik had die heel vaak als tip gekregen en die lijkt me ook heel erg chill om te lezen. Dus boeksuggesties zijn ook zeker welkom. Dus laat me even weten in de comments. En ja, dan sluit ik bij deze de vlog af. Goedemorgen. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je wat aan hebt gehad. En tot de volgende video. Doei doei!